Goedemorgen, ik ben Marwan en dit is Mounir. De cameraman. Onze stelling gaat over of Luis Suarez geschorst moet worden van de WK. Of dat die straf een beetje te zwaar voor hem is. Ik vraag de stellingen aan de mensen en hun geven daar dan antwoorden op. Wat vindt u ervan dat Luis Suarez van het WK is geschorst? Nou, ik denk niet dat je bij voetballen mensen mag bijten. Nou, ik vind het is al de derde keer hè, dat hij heeft gebeten in die schouder. En hij weet best wel dat dat niet hoort. En dus als hij het weer doet, ja, dan moet hij wel een gepaste straf krijgen. Ik weet niet zoveel van voetbal, dus ik denk dat je bij mij een beetje verkeerd zit. Ik weet niet hoe dat is. Wat zou je doen als hij u had gebeten? Ik heb pijn, ik mag zo... Wenn ik geen pijn, dan ik lachen. Ja, had ik aangifte gedaan. Van mishandeling. Had ik hem keihard geslagen. Geen aangifte doen bij de politie? Ook aangifte doen bij de politie, ja. Ja, maar dan zou je toch ook opgepakt worden? Want heeft toch teruggeslagen? Dat klopt. Je mag kwaad niet met kwaad vergelden, dat klopt. Nee, dus ik zou keihard gaan gillen. Dat zou ik doen. Slim. Zou ik het niet leuk vinden? Ik zou niet aanslaan, maar ik zou wel een klacht tegen hem indienen. Bedankt voor uw tijd, mevrouw. Alsjeblieft.